aftrap Oranje Trophy 2014. De grote vraag, waarom doe je mee? Ja, voor het avontuur voornamelijk. Dit is eigenlijk de combinatie van zo'n grote reis met het WK. Dat is echt iets unieks. Dat doe je niet zo snel. Gave auto, hoe kom je eraan? Ja, die hebben we gekocht met de huidige maatregelen op het gebied van de motorrijtuigbelasting zijn deze auto's redelijk goedkoop geworden. Dus ook voor onze studenten goed te betalen. Ja, en afgelopen jaar hebben we hem gewoon geüpgraded. We hebben hem flink aan geklust. Ben jij een grote Oranje fan? Hele grote Oranje fan. Ja, want je moet ook wel echt Oranje fan zijn om dit natuurlijk te doen. Dus we doen het heel erg voor het avontuur, maar de finish op het WK is echt de kers op de pudding van deze reis. Absoluut. Hey, en er zit een bijzonder verhaal vast aan jou. Met het Nederlands elftal, vertel eens. Ja, mijn overgrootvader die heeft in het allereerste Nederlands elftal gezeten die de allereerste interland speelde. Dat was in 1905 tegen België. En die heeft ze ook gewonnen. Dus dat was echt de allereerste uitwedstrijd voor Nederland. En dat heb ik tijdens de voorbereiding, toen werd dat mij verteld door mijn moeder en mijn tante. Dus dat was een hele leuke verrassing, dat wist ik helemaal niet. Hij was zelf heel erg sportief, hij heeft een paar jaar meegespeeld met het Nederlands elftal. En toen is hij meegestopt, toen is hij gewoon gaan werken. Ja, het is natuurlijk een hele andere tijd, 1905. Het was een heel andere sport toen. Maar zijn kinderen zijn allemaal heel erg onsportief geworden. Dus dat is eigenlijk altijd een beetje issue geweest in de familie ook. Maar ja, ik mag het goed maken dus eigenlijk. Dat is wel leuk. En het is ook niet een paar generaties overgeslagen dat jij ineens weer een heel groot talent bent. Ik ben niet een gigantisch voetbaltalent. We gaan natuurlijk wel voetballen onderweg tegen alle mensen die we tegenkomen in alle landen. Maar het Nederlands elftal zou ik niet meer halen. Nee, dat staat al vast. Kan ik op mijn buik schrijven.